Is cirkelrekenen er voor iedereen? En kan je iedereen leren cirkelrekenen? Ja. Het eenvoudige antwoord is ja. Maar we moeten eerst afspreken wat is cirkelrekenen en vooral wat is cirkelrekenen niet. Om te beginnen, cirkelrekenen heeft niks te maken met een kleurboek. Dus wij gaan niet extra markeren als we aan het cirkelrekenen zijn. Wat is het nog niet? Iets waar we gaan spreken over honderdtallen, tientallen eenheden, want we spreken over de getalwaarde, 888. Wat is het ook niet? Een truc. Het is een echte techniek die volledig wiskundig correct moet zijn. Dus je gaat zien dat ook tussen de is-gelijktekens het in orde moet zijn. Er moeten plussen staan als het plus is en er moeten minnen staan als er een tekort is. En vooral, cirkelrekenen moet je aanleren met geld. Als je niet gehandeld hebt, dan heb je ook niet leren cirkelrekenen. We zijn er nogal scherp over bij Eureka, omdat technieken, ja, je moet die aanleren, je moet daar tijd voor maken. En vooral, het is niet omdat je kan cirkelrekenen, dat je ook kan hoofdrekenen. Want onder dat cirkelrekenen zit een hele onderbouw waarin we leerlingen slimmer hebben doen rekenen. Dus als je iemand hebt horen babbelen over cirkelrekenen, het goede nieuws is, ja, het is aan te leren aan iedereen, maar je gaat ook moeten werken aan de onderbouw. En daar hebben we echt een volledig antwoord en dus ook een volledige methode die je kan gebruiken als hoofdmethode of zelfs naast je methode kan gebruiken.